Deze keer vaar ik met de symfonie naar de Helder heen en weer. Ik vind de Helder een leuke plaats en zal laten zien waarom. De heenreis gaat via Visjagersgaatje, Malswin, Gat van de Stier en Marsdiep. Terug via Tesselstroom, vaarwater over de Bollen en Wierbalg. En nu op weg. Bij de sluis moet ik even wachten tot ik geschud kan worden. Bij de wachtstijger van de sluis kan ik laten zien hoe je solo aanlegt zonder dat je de kuip hoeft te verlaten. Ik heb de landvast dubbel uitgevoerd klaargelegd en vanaf de kikker naar de lier van de fokkerschoot teruggeleid en over de reling klaargelegd. Vervolgens zet ik de boot in de achteruit en mijn rechtsdraaiende schroef die zorgt door het wieleneffect dat die met de kon naar de stijger wordt toegetrokken. Bij de stijger aangekomen leg ik de landvast om de boulder. Om te demonstreren hoe goed het werkt, heb ik de boot door de wind helemaal loodrecht op de stijger laten afdrijven. Hierna geef ik voorzichtig gas en stuur met de helmstok richting de stijger. Ten slotte kan ik naar voren lopen om aan de voorkant ook vast te maken. Omdat ik te vroeg ben in het tij, maak ik een tijstop in de haven van Den Oever en die benut ik voor een kleine verkenning in Den Oever. Den Oever is een echte vissershaven, dat kun je hier goed zien. En ik kom ook langs het beeldbepalende dok van de firma Luit. En dat gaat helaas verdwijnen en vervangen worden door een nieuw exemplaar op een iets andere plek hier in de haven van Den Oever. Een gewoon drijvend dok komt omhoog doordat het water er wordt uitgepompt. In dit dok wordt het schip omhoog gehesen. Vanwege de gunstige wind vertrek ik voor de aardigheid een keer zeilend vanaf de stijger. En dat kun je hier zien. Het is heerlijk zeilweer, windje 4 en het visjagersgaatje waar ik hierin vaar is bezeild. Maar desondanks zijn er toch veel zeilbootjes die op de motor varen. Het lijkt me een gemiste kans. Dat ziet er in ieder geval beter uit. Mooi kleurtje dat bootje. En deze die is ook goedgekeurd, alleen hij wil mij voorbij. Maar ja, ik doe alleen wedstrijdjes met boten die langzamer zijn dan ik, dus hij mag. Mooi! Tot nu was er geen stroom, alleen geleidelijk aan begint de app op gang te komen en neemt de stroom allengs toe. En dan kom ik in een situatie waar de stroom tegen de wind instaat. Dat zul je zo merken, want de golven worden allengs wat steiler en wat hoger.
Ik ben nu in het Malswim en de stroom is zo langzamerhand maximaal geworden. En het effect van de stroom tegen windsituatie kun je hier zien. Ik ben via Gat van de Stier overgestoken richting Nioshaven en daar zie ik tot mijn verrassing een supplier van de olieindustrie liggen. Hoor ik daar de biologen van het Nios knarsetanden of zijn ze vrienden geworden? De kustwacht is paraat. Dokter Wagenmakers op weg naar Texel en de Schulpengat op weg naar Den Helder. En de Schulpengat komt heel dichtbij, want hij gaat op zijn hondjes naar de haven tegen de stroom in. Den Helder is een marinehaven, zoals we allemaal weten. En die marineboten kunnen natuurlijk niet ontbreken in dit filmpje. Hier een schip van de kustwacht, wat gebruikt wordt als er een calamiteit is. Zo te zien nieuwe sleepbootjes en daar heb je de offshore afdeling met suppliers en een boorplatform dat daar geparkeerd is. Na afmeren en shipshape maken is het tijd voor eten. En dat gaan we hier doen in het clubgebouw van de KMJC. En daar zwaaien Ben en Diaan de Jong de scepter. En Ben die zal ik hier spreken. Ha Ben, kun jij eens vertellen hoe dat nou zit met Nassi en de marine? Ja, Nassi en de marine komt eigenlijk uit de tijd van net na de oorlog. Dat de mensen uiteraard vanuit Indonesië meegenomen werden hier naartoe. En zodoende ook de impact bij de marines gekomen eigenlijk. Tot ze in het buitenland kwamen ook. En waar de recepties of wat dan ook, zeker de commandanten, daar wilden ze een rijsttafel. Want dat was ja, echt een marinehap. En dat was ook jouw specialiteit? Ja. En jij, want jij was kok? Ik was kok bij de marine. Oké. Ja. En op welke schepen heb je gevaren? HMS Overijssel, de oude jager. Naar de Essengat van Brakel 2-3 keer. Van Kinsbergen, Bloos van Teslon, HMS Zuiderkruis. En dat, ja, dat waren zo'n beetje de schepen die ik voornamelijk mijn ronde op deed eigenlijk. En de mooiste bestemming? Ja, de Caribbean. Sowieso. Oké. Okay. De Caribbean, ja. Wat dan niet meer? Mexico is ook mooi. Australië was ook leuk. Nieuw-Zeeland, ja, noem maar op. Oké. Dat is nu niet meer. Die tijd is voorbij. Want je bent gepensioneerd. Voor mij, ik ben gepensioneerd. Maar voor de marine is het ook voorbij, want de gelden zijn er gewoon niet meer. Nee. Gewoon andere acties. Nou, bedankt voor het interview, Ben. Nou, graag gedaan.
Ja, en hier gaat het natuurlijk allemaal om. Het was heerlijk. Ik hoopte de nieuwe veerboot Texelstroom te zien varen. Maar het is nog niet zover. Hij moet nog klaargemaakt worden. En in oktober gaat hij naar het schijnt pas varen. Dus ik moest even naar de overkant met dokter Wagenmakers. Om eens even te gaan kijken naar de Texelstroom zoals die er nu bij ligt. En hier zie je het resultaat. S'avonds ben ik langs de dijk gefietst en dan kom je op een gegeven moment langs een plek waar Helderse fletten liggen. Via met vet ingesmeerde balken gaan deze bootjes in en uit het water. Daarbij gebruiken ze deze kaapstanders. Op de as zit een kabel en bovenin de as zit een gat waar je een stok doorheen kan steken en die kun je gebruiken om het ding rond te draaien. Ik heb dit niet eerder in Nederland gezien. Er wordt hier op van alles en nog wat gevist. Deze bootjes lijken mij te klein om deze bultrug te vangen. Wij zagen hem in 2007 en mijn vrouw heeft hem op de foto gezet. Aan de andere kant van de dijk ligt Oud Den Helder. Hier lag een leuk historisch centrum wat volledig gesloopt is ten behoeve van de Atlantikwal. Dit is er voor in de plaats gekomen. Dan op weg naar de oude marinewerf Willemsoord. Hier het prachtige oude dok met een oude marineboot. Ik loop nu over de sluisdeur met mijn fietsje. Die sluisdeur die kan er in en uitgevaren worden. De ijsboer van het hiernaast gelegen ijsteentje vertelde mij dat dit de oudste nog bestaande marineboot zou zijn. De racemonsters die hebben deelgenomen aan de klippenrace zorgen voor een scherp contrast. Oorlogsvoeren oude stijl. Gas erop en rammen maar! Vuurtorens mogen niet ontbreken in een filmpje van mij en hier heb je de lange Jaap van de Helder. En goed opletten voor de vuurtoren van de Koksdorp, want die zie je hier. En nog een keer. Nu terug naar Den Oever. Veel wind staat er niet, kleine 3. En hier kun je trouwens zien dat er niet veel overblijft van de golven als de wind en stroom in dezelfde richting staan. Hier kun je zien wat er gebeurt als een sterke stroom tegen een steile rand van een plaat oploopt. Veel wervelingen dus en bij veel wind een hele vervelende golfslag. Ik ben inmiddels in het eerste gedeelte van het vaarwater over de bollen. Er is hier veel zijstroom, dus goed naar je laatste boei kijken en naar de volgende om te zien of je nog op één lijn met de boeien vaart. Sturen hoef ik even niet, dat doet het stuurtouwtje voor mij. Het malzwim
steek ik over in de richting van de Wierbalg, bij deze ton. De dieptestaat van Nautin geeft voor de Wierbalg een hoge waarde voor de daar aanwezige diepte bij NAP, omdat ze de verkeerde waarde voor lat hebben ingevoerd. Dus de diepte bij NAP moet daar 60 centimeter minder zijn. Daar heb ik nu geen last van, want we zitten vlak voor hoogwater. Ik vaar hier voor de wind met een melkmeisje, zoals dat heet. En hier zie je de bullentalie die mij moet behoeden voor een valgeen. Via de Wierbalg kom je vrij dicht langs het kerkje van Oosterland dat je in de verte ziet liggen. En hier kom ik in het visjagersgaatje en dan ben ik vlak bij de haven van Den Hoeve en dat was het weer voor deze keer.